Om de jarenlange afwateringsproblematiek van Windiwaai en omgeving Pontbuiten te verhelpen, wordt morgen het startsein gegeven voor de werkzaamheden daartoe. Dat zegt Pertab Bisumbaar, voorzitter van de werkgroep Windiwaai Pontbuiten, tegenover onze nieuwsdienst. Bisumbaar zegt dat naast de ontwatering ook de wegen van het gebied zullen worden aangepakt. Bij de installatie heeft de werkgroep de opdracht gekregen het afwateringsprobleem van Windiwaai en omgeving en Pontbuiten structureel op te lossen, zegt Bisumbaar. U weet al dat bij elke grote regenbui dat delen ervan onder water is. En het is lastig, omdat we tot nu toe, wanneer we praten over onder water lopen van Paramaribo, ziet iedereen een beetje wat er op Noord gebeurt. En misschien hier een aantal straten in de buurt van Academisch Ziekenhuis. Maar dat er ook nog gekeken wordt naar Windiwaai, daar weet de samenleving er bijna niks van. Maar Windiwaai is een gebied dat bij elk grote regenseizoen onder water loopt. En als regering heeft de president gemeend om dat structureel op te lossen, daarvoor deze werkgroep. En we zijn dus nu bezig. Morgen gaan we launchen wat we allemaal gaan doen in fase 1 om het gebied te ontwateren. En daarna gaan we dus direct morgen ook kenbaar maken wat fase 2 is en wat fase 3 is. In 3 fases willen we het gebied helemaal, laat maar zeggen, veranderd hebben. Dat de leefomstandigheden van de mensen daar een hele andere zou moeten worden. Dat de mensen niet bij het minste en geringste aan regen dat we krijgen, neerslag dat we krijgen in dit land, dat ze onder water lopen. Maar dat ze hele goede leefomstandigheden hebben. De werkgroep heeft verschillende metingen gedaan van het gebied en het is nu gebleken dat het probleem wel opgelost kan worden. We hebben met buurtbewoners gesproken. Anderen zeggen dat ze sinds ze daar wonen, ja, dat ze onder water gaan. Anderen zeggen, ik woon al 20 jaar hier en elke regenseizoen zijn ze onder water. En hoe ze denken dat dat aangepakt moet worden. Iedereen is met oplossingsmodellen gekomen. En uiteindelijk hebben we dan uit het geheel een aantal zaken naar voren gebracht. En dat willen we dus nu succesief gaan aanpakken in de 3 fases wat we aangeven. Het startsein voor de aanpak van de afwateringsproblemen wordt morgen gegeven op Windiwaai door president Chandrika Prasad Santokhi en de minister van Openbare Werken Riyad Noor Mohammed.